Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 26 september. God zorgt ervoor dat dingen op het juiste moment gebeuren. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Habakkuk 2, vers 3. Want het visioen, al wacht het zijn toegewezen tijd nog af, smacht naar zijn vervulling. Het vertelt geen leugen. Al blijft het uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Wacht je op het moment dat de verlangens van je hart zichtbaar worden? Bid je voor bevrijding van angst of andere dingen die je tegenhouden zodat je jouw dromen in vervulling ziet komen? Ben je aan het wachten en bidden voor de redding van vrienden en familie? Vertrouw je op Gods voorziening, gunst, promotie, eer en alle zegeningen die in zijn woord worden gevonden? Ben je moe van het wachten op gebedsverhoringen? Als je gefrustreerd bent en jezelf afvraagt, wanneer, God, wanneer? Dan is het belangrijk te weten dat Gods timing vaak een mysterie is. Hij doet geen dingen volgens ons tijdschema. Toch belooft zijn woord dat hij niet te laat zal zijn, geen enkele dag. God zorgt ervoor dat dingen op precies het juiste moment gebeuren. Jouw taak is niet om erachter te komen wanneer, maar om je gedachten te richten op het niet willen opgeven totdat je de eindstreep hebt bereikt en leven mag in zijn volheid en schitterende zegeningen van God. Hoe meer je Jezus vertrouwt en je ogen gericht houdt op Hem, des te meer leven zul je hebben. Op God vertrouwen brengt leven. Geloven brengt rust. Dus stop om alles te proberen uit te pluizen en laat God, God zijn in jouw leven. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik weet dat uw timing perfect is. Zelfs wanneer ik moe word van het wachten. Help mij u te vertrouwen en te berusten in uw plan voor mij. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.